Welkom bij deze nieuwe video. Ik heb een kleine pauze genomen van een viertal maanden. En ik sta hier in mijn nieuw ingerichte warehouse. In de afgelopen 4 maanden heb ik eigenlijk puur One Piece gekeken. Maar het wordt tijd om weer terug te keren naar Minecraft. Boy. En in deze video gaan we het station maken. Hiervoor heb ik wel al de foundation gemaakt van de build. En ook de opstap, deeltelijks toch, voor naar de haven toe te gaan. Ook heb ik het perron al geplaatst aan deze kant waar het gebouw komt en ook aan de overkant waar de mensen van de stad naar binnen kunnen komen. Ik hou ook van rallies. En in de Hellendoor Rally van Nederland heb ik deze mooie poster gevonden van een oud station van Neverdal. Shaders ga ik nu wel uitdoen voor te werken aan het gebouw. Eeuw. Dit is nu ook de eerste keer dat ik gebruik maak van slope frame blocks. Om de Minecraft-feeling erin te houden, wil ik dit niet te veel gebruiken, maar een kleine hoeveelheid ziet het er eigenlijk best wel goed uit. Maar ja, goed, per on terzijde, we gaan nu beginnen aan de eerste laag van het gebouw met cobblestone van Chipped. Ramen en deuren heb ik al een beetje ingeplant, daarom laat ik deze plaatsen open. Ik ga nu eerst beginnen met het frame van het gebouw te maken, want ik wil eerst het dak erop plaatsen. Maar goed, het gebouw links en rechts van het hoofdgebouw in het midden worden 6 hoog. Dat is met de cobblestone bijgerekend. En dan het middenste gebouw gaan we 10 hoog plaatsen. En de volledige build is uit dripstone gemaakt. Met gebruik van Chipped zien de blocks er beter uit. We gaan nu 7 blocks naar het midden toe werken. En dan gaan we diagonaal naar boven werken tot als we in het midden zijn. En dat gaan we dan ook herhalen voor de andere kant. Als we dan een keer van op het perron gaan kijken, begint het al goed te lijken op de foto. Voor het nog beter te zien gaan we dus de zijkant nu op het gebouw plaatsen. De zijkanten zijn best simpel, want je moet gewoon diagonaal naar het midden bouwen. En met deze paar blokken zet het framework erop voor de building. En we gaan een keer kijken met freecam. Ik heb ook mijn shaders aangelegd, omdat alles 10 keer er beter uitziet. En ik denk wel dat deze build er goed gaat uitzien. Allee, hoop ik toch. Goed, we hebben genoeg gekeken. We gaan het dak erop leggen. En het dak wordt weer gemaakt bij onze goede vriend Scorcia. Wat we meestal gebruiken op een dak, oftewel Scoria. Ziet er wel goed uit in de stijl, hè. We gaan ook volledig het dak omranden met frame blocks. Gevuld met eroded andesite. Als je het niet wist, als je in je offhand de blok houdt, vult die automatisch de frame blok. Maar dat ziet er eigenlijk wel goed uit, dus we gaan dat ook kopiëren op de andere dagen, hè. En dat ziet er al heel schoon uit, hé. Dus we gaan dat ook nog een keer kopiëren op dat laatste dakje. Met dat dak er nu op ligt, gaan we niet verder wachten en gaan we beginnen met de muren op te vullen. En daarvoor gebruik ik 3 varianten van dripstone. Small dripstone bricks, light dripstone bricks en tiny dripstone bricks. Als jullie nu niet weten hoe dat je eraan moet beginnen voor 3 blokken door elkaar te mengen. Wel, ik begin meestal met 1 bloksoort te gebruiken voor de volledige muur. En dan daarna kom ik terug en hak ik gewoon verschillende figuren in het gebouw. Met wel op dat je geen patronen begint te maken, dat constant hetzelfde is, dat het echt randomized is. Voordat ik het begin op te vullen, doe ik wel degelijk heel de muur. Echt van beneden tot boven. Gewoon erop loshakken, eigenlijk, ja. Als dat dan gebeurd is, kan je gewoon opvullen wat dat je eigenlijk losgehakt hebt. En als je dat dan volledig gedaan hebt, begin je eigenlijk gewoon weer van nul. Begin je ook weer opnieuw haten te maken in de muur. En dat daarna ook weer opvullen met de derde soort blok. Nu, iedereen heeft zijn eigen manier hoe dat hij eigenlijk het liefste te werk gaat. Er zijn er die direct beginnen met eigenlijk alle 3 de blokken door elkaar te gebruiken. Maar voor mijzelf werkt dat niet echt. Dus ja, het is nu weer dag, we gaan weer een keer kijken. En ik vind dat er eigenlijk redelijk mooi uitziet. Je ziet geen specifieke patroon en het is niet eentonig omdat je 3 verschillende soorten blokken gebruikt. Dus het is altijd wel handig om verschillende blokken door elkaar te gebruiken. Maar ik ga nu de rest van de muur opvullen. Thank you.
Oelala. En dat ziet er heel goed uit, hè. Aan de kant van het perron heb ik de ramen een beetje aangepast, zodat het meer leek op de foto. Maar aan de kant van de haven is het een beetje anders, maar dat maakt niet uit. Ik ben nu nog aan het denken wat ik hier met de binnenkant ga doen, hoe dat ik het ga designen. Ga ik de drie kamers in één grote kamer verwerken of ga ik drie aparte kamers maken? Daar ben ik nog niet aan uit. We gaan eerst nog een keer van afstand kijken met shaders, terwijl dat ik uitzoek hoe dat ik het ga doen. En dan zie ik jullie zo terug. Oké, ik ben op een idee gekomen, maar daarvoor moet ik wel een paar stacks steen omsmelten naar smoothstone. Daarvoor gebruik ik mijn prachtige Create Workshop, waarvoor dat ik geen fuel nodig heb. Ik had eerst diorite in gedachten, maar ik opteer toch voor mijn polished smoothstone. In het middenste huis houden we een rand maken, juist boven de raam, van twee blokken breed. Beide aan de voor- en achterkant van het perron. En dan de middenste blokken die nog overbleven, gaan we één blok hoger werken. En we gaan daar proberen een soort van boog van te maken. Ik vind het wel een leuk idee met die frameslab corners te werken om lekker een design te maken. De middenste drie blokken die nog overbleven ga ik ook nog proberen hoger op te werken. Bijvoorbeeld met slabs en trapdoors of zoiets. Zodat je echt een feeling van een arch hebt in het min. De frame blocks kunnen we dan weer opvullen met smoothstone voor een iets andere tint te geven. Zoals ik al eerder zei, gaan we de drie middenste blokken iets hoger doen, zodat je echt die boog krijgt. En met die slab te plaatsen ziet dat er al beter uit. Dus we gaan dat ook kopiëren aan de andere kant. Als we dat nu plaatsen, gaan we dat ook weer opvullen met onze polished smoothstone. Wat je wel hebt, is dat je de randen ziet, maar ik vind het eigenlijk niet zo erg. En van een afstand ziet dat er heel goed uit. We gaan dan ook frame trapdoors gebruiken voor de middenste blok. Voor dat klein beetje dev, en dat ziet er zoveel beter uit. Ook weer opvullen met de polished smoothstone. Et voilà. Dat gaan we nu eigenlijk gewoon helemaal kopiëren van begin tot einde. Voor mij gaat dat nog 5 minuten werk zijn, maar voor jullie is dat gewoon de volgende clip. In plaats van 5 minuten heeft het 15 minuten geduurd, omdat ik snel afgeleid ben. Maar dat was hier de laatste blok en het ziet er best wel goed uit. Of dat de kleurencombinaties passen, dat weet ik niet. Laat het rust weten in de comments wat jullie ervan denken. Ik kreeg het idee om nog pilaren toe te voegen, wat dat ook wel best nice is. Of het in de weg gaat staan voor wat dat er nog in het interieur komt, weet ik nog niet. Daar ben ik ook nog niet aan. Maar dat moet wel nog in deze episode gebeuren. Ik ben ook aan het denken, hoe kan ik licht in dit gebouw brengen? Ik dacht misschien met lanterns of zo in het dak. We gaan een keer proberen, hè. Gelukkig heb ik een guardian farm, waardoor ik genoeg sea lanterns heb. Ik maak de polished version, omdat dat misschien overeenkomt met die smoothstone. Ik denk dat het beste gewoon is om de twee blokken vanaf het midden naar links en rechts uit te werken met sea lanterns. Zodat wel degelijk heel de hang is opgelegd. Pluspuntje hieraan is, de bovenkant is ook opgelegd, aangezien dat ook de vloer is van de tweede verdieping. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik met die vloer moet doen. Maar dat is een probleem voor later, dus laten we gewoon eigenlijk die sea lanterns opvullen en kijken wat we dan gaan doen. Als ik de torchen nu zou wegpakken, zouden die er eigenlijk echt gewoon mooi moeten opgelegd zijn. En dan nog de laatste. En als ik achter mij kijk, is heel de hang opgelegd. Misschien heb ik nog extra sea lanterns nodig in het middengebouw. Ik heb voor de zekerheid nog lanterns toegevoegd in het middenste gebouw. Vind ik het perfect? Nee. Kan het ermee doorgaan? Voorlopig wel. Als ik een oplossing heb, ja, dan ga ik dat uitvoeren nu. En ik heb een klein beetje verder gewerkt, zoals je naast mij en achter mij kan zien, heb ik de ramen erin gestoken. Ik vind het goed gelukt. Het is niet helemaal hetzelfde zoals in de foto, maar ik had geen andere keuze, dus dit is het geworden. En ik heb redelijk lang zitten sukkelen met de deuren, aangezien dat dit centered is. En ja, een deur is niet centered, dat staat tegen de rand. Voor dat op te lossen heb ik dus frame blocks gebruikt. En ja, goed genoeg, I guess. Dan als verdere decoratie heb ik overal deze witte randen boven gedaan, boven ieder raam. En er is ook een vensterbank. Is dat de Nederlandse naam? Ik weet het eigenlijk niet. Heel leuk gemaakt. Met Nixie Tubes kan je woorden maken. Dus heb ik gewoon, ja, aangezien dat dit station Tarkas is, heb ik dit Tarkas genoemd. Nu met dat allemaal gebeurd is, ben ik ook begonnen met de voorkant eigenlijk mooi te maken. En dus als ik door de deur kom, zie je dat ik hier al een trap heb gemaakt. En het was vroeger via hier, maar ik heb het veranderd naar deze kant. Hier ga ik nog een kleine plaats maken waar je ook kan zitten als je wil. Er stond hier vroeger boom, dat heb ik dus weggedaan. De parking komt op die plaats.
Ik weet nog niet hoe dat ik het ga zetten. Het ziet er safa uit en zo. Komt hier nog een boom, daar een paar bomen. Wat dat er wel mooi gaat zien. Maar ik ga nog een beetje verder doen hieraan. En dan zie ik jullie zo terug. Ik heb hier al een boom toegevoegd. En met dat ik hier sta te praten, is mijn kanon ondertussen bezig een tweede boom aan toevoegen. Schematics zijn zo handig om gewoon iets te maken in een flat world. En dan te kopiëren in de normale wereld. Ik zie hier wel dat hij een blok heeft weggedaan van mijn dak. Maar ja, het valt toch niet zo op. Dus ik ga er eigenlijk niet naar kijken. Ja, ik ben hier al 10 keer tussen gevallen of zo. Wat je vaak ook hebt bij een station, is dat je via een ondergrondse tunnel van het ene perron naar het andere kan gaan. En dat gaan we nu dus doen. Ik sta nu op perron 2 en hier gaan we een trap naar beneden maken. En ziezo, zo komen we in de tunnel die naar het stationgebouw loopt. Dus we gaan een keer gaan kijken wat ik ondertussen al gedaan heb. Dus als we de trap naar boven komen, aan de rechterkant heb je dus de trap. En aan de linkerkant heb je een zithoek waar dat de mensen kunnen wachten tot als de trein komt. En het belangrijkste van al, de balie, waar dat de mensen hun ticketjes kunnen kopen voor op de trein te gaan. Hier in deze hoek heb ik een paar dirtblocks geplaatst, maar weet nog niet echt wat ik hiermee ga doen. Mogelijk sanitaire ruimte. Maar er moet nog veel gedesigned worden, er moet ook kleur ingestoken worden met planten. Dus ik ga nog een beetje verder werken en dan zie ik jullie direct weer terug. Ja, en hier ben ik weer en ik ga een keer een rondleiding geven van wat ik eigenlijk allemaal gedaan heb. Dus, het perron aan de overkant is al grotendeels gedecoreerd. Bij de deuren staan er ook planten. Hier staat er ook een mooie bank waar dat de mensen kunnen wachten op de trein. En hier is er ook een afdakje waar ik mijn waystone en mijn sharestone heb geplaatst. Met daarbij nog een paar bankjes. Een muur, zodat mensen niet zomaar het station op kunnen lopen. Wel, je kan er rond parcouren, maar dat doen we niet aan in de roleplay. Laat me rust. Als dan een keer naar binnen gaan kijken. Zoals je wist, stond de balie hier al. Ik heb er ook een kast bij gedaan waar dat ze documenten of tickets kunnen insteken. Er staan ook een paar boeken, a.k.a. registers en whatever. Hier ook nog 2 bankjes geplaatst. En deze bank stond er ook al. Ik heb ook een boekenkast erbij geplaatst, zodat mensen die lang moeten wachten nog een paar boeken kunnen lezen. Ga je me een keer gerust laten? Dan als ik aan de andere kant kom, daar heb ik nog niks gedaan. En hier heb ik een klein kamertje gemaakt waar de kaart van Tarkas op staat. Het staat er niet volledig op. Hier is er een deel tekort en ja, je kan niet alles hier zien. Hier is de boot van Sunset. Allee, je hebt wel een idee wat dat er te beleven valt. Anyways, no entry. Dat is eigenlijk puur een trap naar de bovenste verdieping die ook nog moet ingericht zijn. Als we dan nog eens naar buiten komen. Parking is nog niet afgewerkt. Ik heb wel al een haag gezet. Daar zit Steven. Mijn maat heeft hem zo genoemd, maar moest je een betere naam hebben, laat gerust een naam weten voor Steven, de boekenlezer. Dat is het hem dan weer voor vandaag. Bedankt voor al jullie geduld voor de afgelopen 4 maanden te wachten. Toon gerust je support door te liken en te subscriben. Heb je ideeën wat ik kan doen in deze wereld? Laat het gerust weten in de comments. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Good. Bye.